Zijn echte doorbraak was op de druppeljam in de Kuip. Dat weet iedereen nog. We stopten er een kwartje in, dat hadden we toen nog. En hij is een uur lang aan het oreren geweest. Mag ik een bijzonder warm hand voor een van de leukste sprekers die we vandaag gaan krijgen. Brenno de Wind. Dankjewel. Ja, nu doet hij aardig, hè? Maar dan als je van tevoren aan het voorbereiden bent, dan is het natuurlijk een hele andere teneur, hè? Dan zegt hij van een paar eisen. Je mag een lezing geven, maar dan moet het gaan over beveiliging. Je moet vakantiefoto's laten zien. Er moet een Brexit-grap in zitten. En zo gaat hij maar door. Dus nou ja, goed. Hier komen vast de vakantiefoto's. Dan heb ik die eis vast gedaan. We gaan het hebben over de jungle. En jullie krijgen een kleine survival training. Hoe overleef je nou in de digitale jungle? Want ja, er komt nogal best veel op ons af. En ik heb deze thematiek een beetje gekozen. Ook naar aanleiding van het boek wat ik geschreven heb. De survival gids voor de digitale jungle. Maar goed, daar kennen jullie me niet van. Naast de vorige Drupal Jam kennen jullie natuurlijk me van de hack ook op de OV-chipkaart. En misschien is dat wel een heel mooi moment om even te beginnen met na te denken over beveiliging. Want beveiliging gaat over vooral nadenken. En ja, na zo'n hack krijg je een gesprek van mens tot mens aangeboden door de overheid. En je mag daar even over doorpraten. In Utrecht, op het paardenveld. Sommige mensen herkennen het al meteen al. Een gesprek van mens tot mens of rechercheur tot verdachte. En dan gaat het de hele tijd over zwartrijden. En op een gegeven moment heb ik gezegd, ja, maar ik ben geen zwartrijder. Ik ben een bankrover. Nou, mijn advocaat keek me echt aan, als jij veroordeeld wordt, is het niet mijn schuld. En die rechercheur die ging natuurlijk, wat maakt dit nou uit? Nou, zwartrijden gaat over fysieke zaken. Conducteurs die in elkaar worden geslagen. Dat soort dingen. Een digitale bankroof gaat over heel andere zaken. Denk bijvoorbeeld aan een database waar oneffenheden in zitten. Stel de verkeerde security vraag en je krijgt ook het verkeerde security antwoord. En in het stellen van de verkeerde vraag zijn wij bovenmatig goed. Daarom loopt het ook allemaal zo lekker met beveiliging. Goed, terug naar de jungle. Het Tsavo Nationale Park in Kenia. Ik kan het iedereen aanraden. Tsavo is ongelooflijk mooi. En hier zijn een paar zebra's die om een plas water staan. Die wordt elke dag bijgehouden door een Keniaan die dan met een vrachtwagen komt aanrijden. En er dan duizenden liters water in gooit. Zodat de toeristen ook wat te zien hebben. Maar wij krijgen dan wel de waarschuwing, je gaat niet alleen buiten lopen. Dus die zebra's die staan daar heel relaxed te drinken. En dan is eigenlijk mijn vraag als beveiliger, is er geen risico? Kan er niets misgaan? Roep eens wat. Een leeuw. Absoluut. Een roofdier dat op je afkomt en je opeens verscheurt. Dus precies dit is het grote probleem. Heel flauw, want die mannetjesleeuw die doet niet zo gek veel. Die is niet zo effectief. Het zijn de vrouwtjesleeuwen die het echte werk doen. En er komt een olifant langs, die ziet die leeuwen liggen en die denkt, ik ben weg. Waarom staan die zebra's dan toch relaxed te drinken? Zijn die niet bekend met dit risico? Want als ik op YouTube ga zoeken naar leeuw en zebra, dan krijg ik heel veel niet-kuis beeld te zien. Dat zeg ik netjes zo, hè? Waarom staan die zebra's dan toch relaxed te drinken? Er staat er eentje op de uitkijk. Nou, wel meer dan één. Er staan er heel veel op de uitkijk. En als gevaar zich materialiseert, is de werkwijze als volgt. Er wordt lawaai gemaakt en de kudde als geheel overleeft. Zij delen de gevaren met elkaar. En eigenlijk doen alle dieren dat. Hè, olifanten, eigenlijk alle diersoorten die met dit soort gevaren moeten dealen, doen dat op één diersoort na. De Homo sapiens. Dit is een Homo sapiens Americanus. En terwijl hij hier staat, staat hij zijn vrouw een grote bek te geven. Everything of importance is in my wallet.
En ik ga met mijn cameraatje, met mijn telefoon, zo achter hem staan, terwijl hij zo staat. En zijn vrouw begint te lachen. En hij wordt nog bozer. Dit is een stukje verder, een groepje die we tegenkwamen. En daarachter zie je een man staan, een Homo sapiens Italianus. Hij staat met zijn rug op minder dan 100 meter van de leeuwen die ik jullie net liet zien. Wie waarschuwt hem als gevaar zich materialiseert? Wij zijn bovenmatig goed om dit dus niet te doen. Laten we dit eens vertalen naar een content management systeem. Laten we mijn geboortegemeente eens pakken. Ede. Een paar jaar geleden hadden die een datalekje. 3400 persoonsgegevens op straat. Zij lieten forensisch onderzoek uitvoeren. En er wordt al gelijk gezegd, de volledige inhoud van het onderzoeksrapport wordt niet naar buiten gebracht. De informatie in het rapport is hiervoor niet geschikt. Het is een hele geheime hack. En voor de techneuten onder ons een SQL injection. Zou de gemeente Ede de enige gemeente zijn met dit CMS-systeem? Of zouden er misschien andere gemeenten en bedrijven zijn die exact dezelfde software gebruiken? Die er dus belang bij hebben dat we deze kennis delen. Dit is hoe wij ermee omgaan. Het gaat nog iets verder. Het rapport voldoet aan de uitzonderingsregels van artikel 10, wet openbaarheid van bestuur. Dat zijn de uitzonderingen die bij elkaar zijn geraapt om te zeggen, dan hoef je iets niet openbaar te maken. Lees ik het nou goed dat hier staat dat we een rapport hebben geschreven dat vooraf is geprept om klaar te zijn om onder de pet te houden? What's wrong with this picture? En dan wordt het steeds ingewikkelder. Die aanvallen die worden groter en meeslepender. Ze bedreigen onze economie, zoals bijvoorbeeld the Russians. En dan krijgen de hek op de Democratische Partij. En gelukkig komt zo'n hek uiteindelijk in een rechtbank. Met rechtbankdocumenten. Waar dan in staat dat die Russen een linkje hebben gemaakt. En dat in een mailtje hebben gestopt en opgestuurd. En dat er een medewerker van de Democratische Partij of 10 op dat linkje hebben geklikt, op een website uitkwamen en de username en het wachtwoord gaven. En toen lagen de mails op straat. Nu vind ik het spionageverhaal een stuk minder sexy. En zegt Rutte, ja, je moet niet naïef zijn over spionage. Ja, ik luister niet meer naar Rutte. Ik heb tegenwoordig een goede beveiligings- en een eigen veiligheidsadviseur. Dat is Hiro. En Hiro is mijn kat. En Hiro zegt, nee, je moet niet zomaar op linkjes klikken, niet geloven wat er in een e-mail staat en zeker niet overal je username en wachtwoord ingeven. En wat dan belangrijk is bij dit soort incidenten, is ook te kijken hoe duur is het, hè, dus hoe exclusief is het, om zo'n aanval te kunnen uitvoeren. Bert, waar ben je? Ja, daar, helemaal goed. Bert, hier komt de Brexit-grap, dan weet je hem vast. Dit zijn namelijk heel goedkope aanvallen om uit te voeren en dus hebben we hier bovenmatig veel last van. Phishing mailtjes is iets wat een veel voorkomende oorzaak is. Ik ben bij veel datalekken betrokken waarbij dit een dominante rol speelt. Kost geen drol, wel heel veel ellende van. Kortom, daar moeten we misschien wat mee gaan doen. Maar we hadden onze eigen spionnen ook in Nederland, hè? We hadden last van onze eigen vier Russen, die eventjes op bezoek kwamen. En die kwamen dus in Den Haag om allerlei nare dingen te doen. En toen zei de minister dat door deze kennis met elkaar te delen, wij weerbaarder worden. Wat ze eigenlijk zeggen is, dat verhaal van Brenno van die jungle, dat klopt wel. Nou, laten we dat dan eventjes gaan delen en dan worden we wat veiliger ervan. Nou, dan zie je dus in ieder geval dat we een smartphone hebben, een computer, een echte batterij. Hè, hier een tas zelfs met een batterij en dan een wifi panel antenne. Nou, er komt toch een beetje de hacker in me naar boven. Een wifi panel antenne en die had dan tussen de 300 en 400 euro gekost en kon misschien wel zo'n 500 à 600 meter ver komen. En toen dacht ik, amateurs. Want dit kost dus 300 à 400 euro.
En ik had het zelf veel goedkoper kunnen doen. Voor €1,99 om precies te zijn. Dan moet ik wel eerst de chips uit de Pringlesdoos eten. Maar dan hou ik een hele mooie richtantenne over die kilometers ver reikt. Dit deden we namelijk in de jaren 90 al en toen noemden we het Wardriver. Dit is niet nieuw. En er wordt gezegd, het is een high-tech aanval. Nou, mooi, laten we even gaan kijken. Dit is high-tech. Dit is high-tech. Dit is de high-tech die ze gebruikt om in te breken. Herkent iemand toevallig iets van deze spullen? Waar zou je die bestellen? Hack 5, hè? Bij Hack 5 kun je dit soort dingen voor €200-300 wel kopen. En dan ze waren echt gericht op de OPCW. Nou, als ik in 15 jaar journalistiek iets geleerd heb, is het wel dat als iemand gaat hameren om mij te overtuigen dat iets zo is, dat je heel goed moet opletten. Ik ga niet zeggen, dan is het dus niet waar. Maar ik zeg wel, let even goed op. En dan krijgen ze dit soort dingen uit hun cache, browsercache te zien. Met deze Russische google.ru/maps. Nou, ik heb die tool even uitgeprobeerd. En dan krijg je dus dit. He, dus hier heb je het Marriott waar ze stonden. Hier de OPCW. Hier trouwens het katshuis, 500 tot 600 meter. Met andere woorden, daar gingen ze wifi zitten kraken. Maar denk ik van, ja, maar als je nou echt 500 tot 600 meter kijkt, hoe ziet het er dan uit? Nou, dan hou je hier de OPCW, dan heb je hier Europol, het World Forum, Eurojust en de Chinese ambassade. En zoals iedereen weet, doen de Chinezen niet aan spionage. Dus dit is een heel raar verhaal. En dan zegt de minister, ja, we zijn in cyberoorlog met de Russen en we moeten niet naïef zijn. Nou, ik heb dus mijn veiligheidsadviseurs gevraagd en die zeggen, nee, je moet gevoelige informatie gewoon anders behandelen en ze niet achter een wifi-netwerk verstoppen. Misschien is dat gewoon een heel dom idee. Sorry. Ja. Er staat een Drupal-logo op de waterfles, dus ik denk dat dat het is. Maar die zeggen dus van nee, hè, je moet aanvallen ook actief detecteren. Overigens, voordat je zegt, ja, maar katten kunnen ook spionnen zijn. Ja, weet ik. Hè, in Britse Downing Street nummer 10 is op een gegeven moment een keer een kat naar buiten gezet. Want die zou gespioneerd hebben namens een vreemde mogendheid. Ik heb het geprobeerd de jongste van mijn twee katten aan te leren, Brani. Het enige wat er gebeurde is dat een acceptgiro van de Belastingdienst werd opgefroten. Dus ja, werkt niet zo. Die Russische aanval, ze hadden €20.000 en $20.000 bij zich. Dit wordt al een wat duurder verhaal, hè? Dat betekent dat het exclusiever wordt en dan zul je er wat minder last van hebben. Alhoewel dit nog niet echt duur is. Als je wat duurder gaat kijken, dan krijg je dingen als je moet toch iets met katten hebben. Operation Domestic Kitten, lang verhaal kort. Dit gaat eventjes over de gevolgen van boycott. Hè? Want er wordt nu heel vaak gezegd, een goede beveiligingsmaatregel is dingen boycotten. We gaan iets niet meer gebruiken of niet meer aanbieden. Nou, dat hebben we met Iran gedaan en Iran kan geen gebruik meer maken van de Google Play Store. Dan komt de volgende vraag, oké, hoe verspreid ik dan documenten en hoe verspreid ik dan apps? Nou, dat gaat via informele circuits. He, dus je krijgt opeens in bijvoorbeeld een WhatsApp-achtige app, krijg je dan opeens een berichtje met een nieuwe applicatie. Nou, dat vindt de Iraanse overheid fantastisch. Ze hebben 90 soorten apps zeg maar aangepast voor zichzelf. Voor iedere doelgroep iets. En dat kwam aan het licht nadat er een app kwam met de naam Daesh, wat staat voor ISIS. En daar bleek allerlei backdoors in te zitten. En alle documenten van een telefoon worden geüpload. Nou, dan denk je bij ISIS, nou, dikke vette pech, hè? Karma is a bitch. Prima. Maar je ziet het dus ook bij allerlei andere apps voor dingen die wij als burgers normaler vinden. Dus wat je dus nu doet, is juist de tools in handen geven van een regime waar we misschien niet zo'n grote fan van zijn. Het is precies tegenovergestelde. Nou, hoe gaat de Iraanse overheid met gevoelige gegevens om? Nou, vergelijkbaar met de Nederlandse. Dus onderzoekers konden vrij makkelijk bij die documenten komen en 400.000 van die documenten ophalen. Dit wordt actief gebruikt. Nou, next level is wat de Chinezen doen. Dat is heel erg leuk, hè? Dat zijn de APT's, de Advanced Persistent Threats. Ik begin vandaag met iets te doen en misschien over een jaar heb ik pas resultaat. We maken ergens een projectje van. Nou, een van die projectjes, die heette Acer. Dat is een hardwareleverancier, u allen bekend, uit Taiwan. Belangrijk detail in dit verhaal. En wat deden die Chinezen? Zij braken in de productielijn van Acer.
om daar malware te plaatsen die bij zeg maar software updates voor de Acer computers meekwamen en zo naar meer dan 1 miljoen computers is verspreid. Ja, ook in Nederland. Vervolgens kwam die malware, die werd actief en die keek alleen maar, ken ik deze computer van mijn lijstje van 600 computers die ik zoek? En als het antwoord nee is, ging de malware slapen en dan merkten we er verder niks van. Virusscanners kunnen dat dus ook niet detecteren, want er gebeurt niks raars. Sterker nog, er staat onder de software een digitale handtekening van Acer, want het komt gewoon via het juiste kanaal binnen. Ogenschijnlijk niets aan de hand. Totdat in Azië bij een bank op een gegeven moment raar verkeer werd gezien. Kaspersky werd gewaarschuwd van, hey, er gebeurt iets wel heel raars hier. Die hadden goede contacten met Acer en zo is dat onderzoek bij elkaar gekomen. En toen bleek het dus een inbraak te zijn bij Acer. Nou, dan hebben we het over dit soort bedragen. En nou komt het bizarre. Ik ga hierna ophouden over deze aanvallen. Maar de politiek lult hier jaren over door. Dit vinden ze echt wel van, hier moeten we ons tegen wapenen. De heel dure. Maar het bizarre is, waar wij dagelijks in ons werk last van hebben, zijn de goedkopere zaken. Dus daar moeten we aandacht voor hebben. Nou, dan roept Rutte weer, ja, we moeten niet naïef zijn over spionage. En dat roept dan de staatssecretaris ook, over spionage moet je niet naïef zijn. En de regeringspartijen roepen ook, over spionage moeten we niet naïef zijn. Of de VVD, ja, pas op voor de Poetin-fluisteraars, want over spionage moeten we niet naïef zijn. En de oppositie zegt dus, nou ja, ik wil over spionage niet naïef zijn. Wat gebeurt hier nou? In dit soort debatten die heel ogenschijnlijk heel ingewikkeld zijn en die ik vrij makkelijk kan terugbrengen naar reguliere beveiligingsproblemen, wordt eigenlijk gezegd dat als jij een andere mening hebt, dan ben jij naïef. Af, dom. Snap je het niet? Dat is een retorisch geintje. In beveiliging moet je dat niet doen. Dan gaat het om feiten en wat we weten en wat we kunnen. Dit soort dingen noem ik in mijn boek altijd een narwalprobleem. De narwal is een dolfijnachtige vis die als er gevaar is maar 1 ding goed kan. Vluchten. Verstijven. Ik zeg het helemaal fout. Vluchten en vechten kan die niet zo goed. Verstijven wel. Verstijven kan die zo goed dat de hartslag omlaag gaat, dus ook de stofwisseling omlaag gaat, in een soort vegetatieve staat gaat hij heel langzaam de diepte in. Als nou een ijsbeer in het water springt en dat beest denkt ik moet vluchten, is het lichaam niet in staat om een piekinspanning te leveren. En de narwo komt om het leven. Gaat het wel goed en komt dat beest lekker diep in het water, dan denkt hij op een gegeven moment, hey, gevaar is verdwenen, ik heb zuurstof nodig. Maar hij is niet meer in staat om een piekinspanning te leveren en komt alsnog om het leven. Dit is nou typisch hoe wij met ICT-problemen omgaan. Als we nou maar stilzitten en niets doen, dan komt het misschien wel goed. Nou, dan toch even mijn veiligheidsadviseur er weer bij. Die ziet iets. Hero staat verstijfd. Het hartje pompt, adrenalinepomp staat vol open. Hij gaat even iets anders zitten. Hij springt en de vlieg heeft het niet overleefd. Hoppakee, stoere kat. Wij doen dat in de ICT met heel veel ingewikkelde woorden. En een van de woorden waar we momenteel dol op zijn is het woordje cyber. Alles is cyber. De 4 Russen die op bezoek kwamen, zeg maar de script kiddies, zou ik ze noemen. Maar die noemen we dan de cyberoperatoren. Alles is cyber. Nou, dit al gelijk heel overweldigend. Net zoals hackers en terreur. Dat zijn van die hele overweldigende, narwalachtige termen. Dus ik ben begonnen dat met kleine letters te schrijven. Dan is dat beter leesbaar. En toen dacht ik, ja, als ik nou gewoon cyber weghaal, dan staan de woorden die ik wel snap en waar ik wel iets mee kan. Dan zeg je, ja, dat is flauw, dat kun je niet doen. Nou, dat is exact wat er met de definitie van cyber gebeurt. Er staat, ja, het heeft te maken met besturen en je komt het in de navolgende woorden tegen.
En er staan allemaal cybervoorbeelden. Ik weet niet hoeveel definities je kent, maar je moet je eens voorstellen dat je bij een advocaat komt en die zegt, nou, een overval is gedefinieerd als een overval. Dus cyber is nu de naam voor mijn marifoon geworden voor een bijbootje, dat ik ooit een keer bij een sluis kan komen. Oranje sluizen, dit is de cyber, over. En dan hebben we dingen als cyberoorlog. Hè. Dan gaan we net, dus oorlog is al zo'n narwalterm, hè, want dat is best wel groot en zo. En dat verstoort best wel de loop van je dag. En dan heb je ook nog cyberoorlog, it's the Russians. En dan, hè, die hebben Estland aangevallen. Nou, van dat land is niets meer over. Oh nee, dat viel wel mee. Noord-Korea en Zuid-Korea hebben een cyberoorlog gehad. En dan vraag ik me af, zijn het wel oorlogen? En dat blijkt dan te staan in de Wikipedia-definitie. Ja, het was een DDoS-aanval. En dat blijkt dan ook in Noord- en Zuid-Korea aan de hand te zijn. DDoS-aanval, voor mensen die dat niet weten, dan heb je een jongetje van 17 jaar in Oosterhout, die legt dan de belastingdiensten kwartier plat. Maar dat noemen sommigen dan een cyberoorlog. En er komt een televisieprogramma als Nieuwsuur en die huurt dan Rian van Rijbroek uit en die gaat dan uitleggen dat nu geldautomaten geld lopen uit te spugen. Heel veel narwal, echt gewoon te veel. Dus cyber is voor mij nu dingetjes als snoepjes die je laat maken of ik heb thuis wat wc-papier gehad, zodat je weet wat ik met cyber doe. Ik heb zelf het ministerie van cyber opgericht, zodat dat in Den Haag niet fout kan gaan. En ik heb epauletten gemaakt, zodat ik zelf in cyberuniform door Nederland mag marcheren. En ik heb mijzelf voorzitter gemaakt van de Cyberonderzoeksraad. Zelf benoemd voorzitter, wel te verstaan. Oftewel, ik wil voorbij die narwal en ik wil het weer gewoon over feiten gaan hebben. Als je de laatste jaren kijkt naar de grote incidenten, dan zijn de oorzaken eigenlijk elke keer een beetje dezelfde. DigiNotar, 16 versies van Windows niet geüpdate. Het administrator wachtwoord werkte overal, inclusief de firewall, en die was prot admin. Het Groene Hart Ziekenhuis, open voor iedereen, verouderde software. KPN, en dan bedoel ik de eerste grote hack op KPN. Dat was verouderde software met als beheerderswachtwoord Girlpower. Lang verhaal kort. We maken iedere keer en bij WannaCry en zo dezelfde fouten. En je kunt je al voorstellen bij gemeente Ede, zo'n CMS, als ze een keer hadden geüpdate, was de SQL injection ook niet meer aanwezig geweest. Het is iedere keer hetzelfde verhaal. Dus zo ingewikkeld is het niet. En dan krijg je dit soort hele stoere kaartjes van de NotPetya-uitbreek, die binnen 4 minuten zo wijd was verspreid. Dat ik denk van, goh, netwerksegmentatie, heeft iemand daar ooit wel eens van gehoord? Je netwerk in stukjes knippen, zodat je problemen beheersbaar maakt. Het zijn vaak de simpele dingen. Dus als mensen dus nu nog tegen je zeggen, je moet niet naïef zijn. Nee, we moeten gewoon updaten en segmenteren. Doe gewoon je werk. En je maakt de risico dramatisch veel kleiner. Ik had nog heel veel willen vertellen over de AVG, maar ik lul natuurlijk weer langer dan mag en zo. Maar een paar dingetjes over de AVG. Eén is, er wordt gezegd van, niets mag meer. Nou, bijna alles is hetzelfde gebleven, alleen het wordt iets beter gehandhaafd, omdat die autoriteit persoonsgegevens en vooral Aleid, die heeft meer bevoegdheden gekregen. En je ziet hem al lachen. Dus voor nu is dit voor mij Aleid. Om een simpele reden, wat doen toezichthouders? Die komen bij je langs, eten je boom leeg, die gaan van Kenia naar Tanzania en komen 6 maanden later bij exact dezelfde bomen terug. En als je me niet gelooft, vraag het eens aan het UWV, de Belastingdienst, de Nationale Politie, Facebook, Google, al dat soort partijen, het Groene Hart Ziekenhuis, die krijgen telkens weer diezelfde toezichthouder terug. Dus kom je nu mensen tegen die zeggen, wat is de kans dat de toezichthouder langskomt? Dat is dezelfde vraag stellen als, wat is de kans dat een 737 Max neerstort? Gebeurt gewoon, punt. Ja, ik heb een nieuw levensmotto. If it's Boeing, I'm not going. Eventjes wat er weer in hoofden gebeurt. Hè? We hebben een probleem, namelijk vliegtuig flikkert om. Dan lossen we het op in software. Alleen die logica al, en dan wordt geroepen, ja, maar bij de F-16 deden we dat ook. Ja, daar zijn er ook heel veel van neergestort. Dus
misschien is dat allemaal toch niet zo handig. Software is soms de oplossing, maar dan moeten we wel weten wat de kwaliteit is. En daar moeten we dus een beetje naartoe. Nou, en dan krijgen we die angsten van, we mogen niks meer doen. Hè? Dus kreeg je opeens de Los Angeles Times, die niet meer beschikbaar is. Hero mocht niet meer naar kattenmuziek luisteren. Want, dit soort muziek dus. Want ja, de AVG. En alles is opeens gewoon wat niet meer kan. Nou, dat valt allemaal best wel mee. En om te beginnen moet je gewoon weten waar je het over hebt. Persoonsgegevens. Alles wat leidt naar een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijk persoon. Dus kenteken van een auto, ja, de kat die zichzelf likt. Nee, hoe heet die kat? Ja, precies. Dit is altijd contextueel. Hij zegt, ja, dat weet ik omdat je het verteld hebt. Ja, en de dierenarts ook. En die stuurt mij de rekening en niet Hero. Dus persoonsgegeven. In ieder geval, heel veel is het. Overigens is iemand dood, hè, zoals Bach. Dan is het geen persoonsgegeven. Nou, Aleid willen we er even nu niet bij hebben. Maar die vragen dus in die wet wel dat jullie een beetje energie gaan steken in als je dingen ontwerpt. Of als je dingen gaat uitvoeren. Beveiliging moet onderdeel worden van alles wat je doet in je netwerk. En dan zijn we natuurlijk weer terug bij af. Ja, Aleid, nu weten we het wel. Dan zijn we terug bij af. Die AVG vraagt eigenlijk gewoon, doe je huiswerk gewoon. En dan kan het best wel eens handig zijn dat je weet wat voor software je in huis hebt. Nou, wat zie ik dan heel vaak misgaan, is dat als het allemaal fout loopt, en het loopt best wel vaak fout, kan ik je zeggen, dan is er sowieso geen plan. Dus dan denk je van, oké, burgers kunnen geen 112 meer bellen. Oh, misschien kan de Telegraaf die functie wel overnemen. En dan... gewoon geen plan hebben. Het andere is dat... ik kom eigenlijk bijna bij elk incident en dan blijkt de CMDB, of de Configuration Management Database, niet up-to-date te zijn. En dan bedoel ik zwaar niet up-to-date te zijn. Nou, en dan dingen als crisiscommunicatie. Nou, als je een paar voorbeelden wilt hoe het niet moet, deze week zijn ze echt gegeven door zowel het ministerie als KPN. En heel grappig, geen detectie. Bedrijven die gewoon geen flauw idee hebben dat ze een probleem hebben. Waar het letterlijk gebeurt, dat de politie zegt, wij zijn een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de inbraak bij u. Moet die nog een keer even herhalen om hem goed te laten inzinken of zeggen, oeps. Nou ja, communicatiedingetjes had ik een paar nog van bedacht. In ieder geval, laat in ieder geval zien dat je een beetje controle over de situatie hebt. En ga niet rare dingen beloven. Nou, was pas een groot incident in Lochem. Het gemeentehuis moest zelfs een dag dicht. Daar kun je heel ingewikkeld over doen. Je kunt ook gewoon actief naar buiten. De krant had ontdekt dat ik dus het onderzoek mededeed. En toen zei hij, ja, dat duurt nog weken, heb ik nooit gezegd. Ik zei, een onderzoek kan binnen een dag zijn afgerond en soms duurt het maanden. Maar ik was hier wel dankbaar om, want je kunt hier heel boos worden op die journalist die hier voor lul zit. Je kunt hem ook een sms'je sturen. Enorm bedankt, hè? Wij waren al bang dat we heel veel moesten gaan communiceren, maar jij geeft ons nu een paar weken rust. Hoppakee, heel erg fijn. Maar goed, we zullen dus moeten gaan delen. Als het fout gaat, bijvoorbeeld met een autoriteit persoonsgegeven. Heb je dat formulier wel eens ingevuld? Wie heeft dat hier wel eens gedaan? Ik zie bij jou dus en daar iemand. Het is echt heel leuk, hè? Dan moet je vertellen wat met die melding is. Wat voor organisatie het is. Wie het meldt. Wie er nog meer bij betrokken zijn. Wat er allemaal gebeurd is en wanneer en hoeveel. En... wat we weten over data, lekker of het incident een beetje bekend is. Wat voor persoonsgegevens gaat het over? Zijn het bijzondere persoonsgegevens misschien? Wat zijn die mensen die daarbij betrokken zijn? Wat voor maatregelen heb je genomen voordat het lek plaatsvindt? Wat zijn eigenlijk de gevolgen van dat datalek? En wat voor stappen heb je gezet als je het hebt opgelost? Zijn er nog dingen die heel erg gevoelig zijn die gevolgen kunnen hebben? Wat voor communicatie ga je doen met de mensen of ga je helemaal niet communiceren? En waarom communiceer je dan eigenlijk niet? Wat voor maatregelen heb je genomen na het incident om herhaling te voorkomen? Is er nog iets internationaal aan de hand? En vul even dit gekke getalletje in. Ja.
voor iedereen die denkt dat beveiliging onzin is, dit is in de categorie if you think safety is too expensive, try an accident. En als je dit wil kunnen invullen, zal je iets moeten hebben als een zwarte doos, maar dan op je ICT-netwerk. Lang verhaal kort, zullen we ons hier maar eens wel druk over gaan maken? Nou, dan moeten we toch een beetje moedig zijn en misschien moeten we dan die risico's maar eens gaan opzoeken. Is leuk hoor, risico-inschattingen maken. En daar heb je dan twee smaken in, hè? De kwalitatieve en de kwantitatieve. De kwalitatieve zijn, leuk voorbeeld. En je hebt zo'n dampschreeuwer dan op 4 mei en dan gaat de hele volksstammen gaan hollen. En dan vallen er gewonden bij en dan komt er een persconferentie achteraf. En dan zit daar een journalist, ja, en die moet ook wat doms vragen. Dus die zegt dan, is het niet raar dat mensen met een rugzak zomaar bij de dodenherdenking kunnen komen? En op het moment dat ze die laatste stukje adem heeft uitgeblazen... denk je van, nou, weet je, stembanden doorknippen. Maar is het wel een probleem geworden? Het is nu een risico, want het is al zodanig benoemd. Er is geen feitelijk empirische informatie beschikbaar die vraag rechtvaardigt. Was ook niet het probleem. Maar het is nu wel een dingetje geworden. Dat is kwalitatief. Daar kan ik niet zoveel mee vanuit het puur feitelijke. Kwantitatief is iets anders. Kwantitatief, daar kun je aan rekenen. En dan zeggen ze, risico is kans maal gevolg. Ik heb er even een foto van een buschauffeur en een bonnetje bij gezet. En ik weet niet of jullie dit wel eens hebben gedaan, maar als je dan bij een manager komt, die zegt dan, ja, u schrijft hier 0,6, maar wij dachten aan 0,42. En dan heb je het nakijken. Want lang verhaal kort, heeft de klant besloten dat hij dit niet belangrijk vindt. En dat mag hij, omdat je kans bepaalt op basis van historische gegevens of op basis van speculatie. Nou, daar kan ik dus niet zoveel mee. Ik was pas bij de brandweer en die zeiden echt heel slim, ja, je hebt ook een risico voor managers. Dat is namelijk kans maal gevolg maal gevoeligheid, gedeeld door de ervaring die de manager denkt te hebben, maar het belang dat hij heeft om zijn wil door te drukken. En het was even stil en toen dacht ik, ja, dit is precies wat speculatie is. Wat ze hier gewoon zeggen is, dit is de speculatiefactor. Volledig terecht dus dat hij dat zegt. Maar we moeten dus daar toch anders naar gaan kijken. En dan kom je al snel aan, nog even één managementterm. Risk appetite. Wij hebben een risk appetite, dus we vinden het oké als er een incident is. Dit kan alleen maar uit de strot komen van iemand die dit zegt op het moment dat hij geen incident heeft. Want ik heb nog nooit in mijn carrière meegemaakt dat iemand tegen me zei, ja, we namen een bewust risico, we wisten dat het fout zou kunnen gaan. Ja, daar zitten we nu. Het gaat altijd over, ja, jij wilt een forensisch onderzoek. Wat kost me dat? En waarom kun je dat niet precies zeggen? Antwoord is heel simpel, omdat ik de omgeving niet ken en omdat er altijd lijken uit de kast komen. En dan moet je weer heel veel kisten voor hebben, die lijken uit de kast. Dus dat is een beetje de Narwhal-methode, dus de Hero-methode. Gaan we nog even snel naar kijken, dat is de Failure Mode Effect Analysis. Dat is eigenlijk een methodiek, heel simpel, die één ding vraagt, hoe zou dit mis kunnen gaan? En welke foutmode zou kunnen optreden? Dus je bouwt een vliegtuig, je doet er software in. Dan zou je eigenlijk een keer moeten vragen, gewoon 10 minuten voor moeten nemen. Hoe zou dit mis kunnen gaan? Software doet het niet. Nou, dan ga je dus daar kijken van, hoe erg is dat? Nou, als software het niet doet en dat vliegtuig heeft slechte aerodynamische functies, zou je kunnen neerstorten. Ik noem dat doorgaans catastrofaal, dus een 5. Hoe vaak komt dat voor? Nou, software die het niet doet, ik bedoel, we zijn allemaal in de software-industrie een beetje. Zal het een 3 of een 4 geven? Best wel vaak. En hoe detecteerbaar is het als die software niet doet? Nou, als ze dat extra lampje niet komen, niet. 5. Nou, dan kom je dus op 5 keer 5 is 25 keer 4 is 100 op een schaal van 1 tot 125. Ik zou die kist even niet de lucht in duwen. Dat is een beetje dit is het hele concept. Dus nu kunnen jullie failure mode effect analysis. Dit kun je op de achterkant van een sigarendoos doen. En dan kun je dus gewoon dat tegen je andere risico-inschattingen inhouden. En dan krijg je meteen een gevoel of je aan de goede kant zit of juist niet. Even oefenen.
Hero is aan het mailen. Wat zou er mis kunnen gaan? Sorry? Roep eens wat. Ja, mail naar de verkeerde ontvanger. Nou, daar heb ik heel leuk een onderzoek naar gedaan. Namens de Cyberonderzoeksraad. Namelijk, ik heb 70 domeinen gekocht. Die lijken op andere domeinen. Gewoon, ja, dan kijken wat voor mail je binnenkrijgt. Cyberonderzoeksraad. Zou de media dat oppikken? Zelfbenoemde raad? Ja hoor, geen enkel probleem. Eén vandaag ging daar lekker mee aan de slag. En dan mag je heerlijk vertellen in cyberuniform. Hé. Hey. Nou, het is natuurlijk gewoon de slechtste cyberattack ever, zeg maar. Maar, hoe leggen ze dat uit? Nou, hij had dus één vandaag.nl kunnen hebben. Ho, 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 ho. Dus ik zit al te kijken. Dus ik denk, oké, kan dat? Ja, dat kan nog. Dus ik krijg een appje. Dank voor je hulp vandaag, Benno. Verbijsterend dat het zo simpel kon zijn. Ik was ook verbijsterd. Maar je kunt me altijd mailen op brenno@1vandaag.nl. Dat moet met een uurtje wel rond zijn. Nou, laten we er dan eventjes één of twee bekijken van die mailtjes. Ik vind deze dan nog wel eventjes leuk. Ed Mindev. En Miroslav Mindev, de bekende voetballer. U weet wel, die voor een lokale voetbalclub in Bulgarije. Maar goed, ik ben een fan van. Dus we hebben de Miroslav Mindev fanclub opgericht. En die krijgen binnen een diefstal in uit bedrijf kantoor van de dienst arrestantentaken en die wordt gestuurd naar de Rijksrecherche. Waar zou dit over kunnen gaan? Een marechaussee die iets heeft gedaan wat goed genoeg is om na het feit, als je niet op heterdaad bent betrapt, hem alsnog aan te houden. Dat is per definitie een grote zaak. Zou je dat per mail versturen? Laten we er nog eentje doen. Beste leden van de stuurgroep aanslagmiddelen en modus operandi. Waar zou dat over kunnen gaan? En daar werd een verslag gestuurd met WeTransfer. Hoppakee, u bent af. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens stuurt een soft token op met inloggegevens, zodat je bij alle persoonsgegevens van burgers kunt komen. Ja, ik had 15.000 mailtjes om uit te kiezen. Min UPSA kreeg sollicitaties. Min VNI kreeg allerlei aanvragen voor verklaringen van geen bezwaar. Per definitie gevoelige functies. Het Innovation Quarter vroeg om deze Russen bij de grens op te, of deze Turken bij de grens op te wachten en als ja, met alle EK's Nederland binnen te helpen. Hoe handig is het als je Brenno zo'n e-mailadres in handen geeft? En deze is misschien wel de allerleukste. Een officier van justitie die de strafeisen van de dag erop in de rechtszaak stuurt naar de arresterend marechaussee'er. Dit, dames en heren, kan in onze rechtsstaat niet. Dus mevrouw kreeg van de team.datalekken@cyberonderzoeksraad.nl een mailtje. En vervolgens schreef ze dat verder onderzoeken voor onze fysieke veiligheid misschien geen goede optie zou zijn. Dus ik heb haar een mailtje teruggestuurd. Beste mevrouw Hatzeflats, dank voor uw bedreiging. Die heb ik in goede orde ontvangen. U kunt het afgesneden paardenhoofd afleveren op de Malenslaan 16 te Amstelveen. Met vriendelijke groet Brenno de Winter met mijn 06-nummer eronder. We hadden namelijk onze eigen helpdesk. Lang verhaal kort. Dingen delen is misschien een heel goed idee. En leren van fouten is een nog veel beter idee. Dat zijn nou twee van die kernelementen die in open source zitten als krachtpunt. Maar dan moet je het niet gaan zien als open source, als in free beer. Maar wel als in freedom. En dan volg ik nog één adviesje van Hero op. En dat is, geef ze nog een paar tips mee. Nou, jullie krijgen allemaal de slides, die maak ik nog even beschikbaar. Maar lang verhaal kort, doe gewoon je basics. Als je je statistieken dramatisch wil verbeteren, doe gewoon je basics. En zo'n toezichthouder als Aleid Wolfsen, als je een beetje documenteert en een beetje je administratie op orde hebt, dan eet hij gewoon uit je hand. Dank u wel. Dank u wel, Brenno.